Schiet op, ik voel me alleen. Yo kijkers van Clonie Games, leuk dat jullie nog een nieuw video van Ark Survival Evolved. En natuurlijk niet alleen. Ja, met Luca weer. Het was, ik ben natuurlijk niet alleen. Ik zei, ik ben natuurlijk, wat? Ik weet niet eens meer wat ik zei, maar ik ben vandaag niet alleen. Ik ben vandaag met Luca. Maar deze video wil ik metal gaan verzamelen. En dan kunnen we dus betere gear gaan maken. En dan kunnen we dus supercoole dingen gaan temmen. En dan gaan we ook level up. Maar ik kan nu niet bewegen zoals jullie zien. Dat komt omdat ik zoveel spullen heb. Ik heb een 273 hout en 248 fiber en 84 height. Maar ik ga dus een raf maken zodat we het water kunnen oversteken. Want daar is superveel metal. Het maken dus echt een jaar. Er ligt wat, maar pas op voor raptors. Want ik heb dat ooit een keer gehad, dus dat ik daar zo te hakken. En dan kwamen er twee raptors op me af. En ja, toen was ik dood. Maar wij zijn met z'n tweeën. Oh, ga je in één keer level up. Fantastisch. Ik ook. Ik ben level 29. Twee levels omhoog. Oh, ik 27. Oké, ik ben super heavy. Jij loopt echt in slow motion van no. Echt een slow-mo action film. Echt mijn schoenen, joh. Mijn schoenen. Nee, maar al je kleren zijn ook echt precies op maat. Ja, maar wat voor schoenmaat heb jij dan wel niet, als ik vragen mag? Je hebt een beetje brede enkels enzovoort, dus. Ja, ik dacht dat je me echt mocht plaatsen. Alleen, ja, hier staat hij. We gaan daar geen dingen voor maken. Mag ik hem besturen? Ja, doe maar. Oh, ik ben hem aan het driven. Oh, shit. Oeps, dit is echt een rechtdoor, gewoon rechtdoor. Oké. Nee, maar de zon zit daar echt precies. Dat is echt goed voor opnames. Pas op, een beetje naar links voordat je tegen een rots op kan. Wat zie ik daar? Oh, is dat nou een steen of is dat nou een huisje? Hé, kijk. Hier, recht voor ons. Nee, dat is geloof ik een steen. Nee, naar rechts. Ga maar naar rechts. Oh, dat ja, maar jij zei, kijk links. Nee. Welk beest is dat nou weer daar links? We zijn nu op dat huis. Wow, dat ding is er, vliegt in brand door die Flareon, kijk. Dat is mooi als die doodgaat. Oh, ik zou beetje naar links gaan. Oh, nee, voordat je tegen het water strand daar knalt. Sorry. Ja, maar dat ding lekt hem constant en ik moet constant van view veranderen. Dat is ook niet al te makkelijk. Oh, kunnen we hier nog wel uit? Ja, mooi zo. Je kan niet achteruit, raar genoeg. Oh, we zijn er bijna naar links. Kijk, je zit nu op een tusseneiland. Wow. Nee, je kan altijd een steen op. Is dit het? Nee, nog niet. Nu zo, naar links gaan, want het is zeg maar een middeneilandje. Pas op voor die schildpad. Dat jullie aanrijden! Oh, die zie ik niet, want dat cel zit voor mijn view. Nee. Dit is echt een kut view, hè? Ja. Ik zie echt niks. Dan moet je een beetje uitscrollen. Als we hier stoppen, zijn we er. Het zijn kleine steentjes deze. Het is niet de beste iron, maar hier kunnen we iets meer iron dan hebben dan normaal. Waar ben jij? Hier kan je iron hebben. Met welke? Ja. Waar krijg je het meeste? Moet je even uitproberen. Ik kreeg helemaal geen ene scheid. Dan moet je het misschien met een pickaxe doen. Ja, moet met een pickaxe doen. Oh, yes, we hebben metal. En een paar poepjes. Oh, ik zie een alligator. Oké, pas wel op, hè, want het is hier echt best gevaarlijk. Maar dit heb je ook gewoon op ons thuiseiland, hè? Ja, maar dit is wel een beetje uber gevaarlijk, hoor, want... Ja, op ons thuiseiland is veel minder gevaarlijk. Weet je, jij moet het beet hakken, maar je hebt een metal pickaxe en dan krijg je veel meer, Ja, ik krijg echt twee per steen. Blijf even op de uitkijk bij mij. Ja. Sta je naast me? Ja. Het ding komt recht op ons af. Oh jee, maar hij komt op me af. Oh, kijk, hij gaat spugen. Oh, hij mist. Je hebt hem ineens schotdood. Ja, eigenlijk moet ik meer level up gaan voor zo'n PTE-zadel. Ik heb 19 metal. Ik ben bijna level 30, alleen moet 35 zijn. Ik kan ook voor de grap één keer de XP-multiplier echt dik omhoog zetten. Oh, in het water zijn er ook nog. En daar aan de overkant heel veel. Oh, ik kom naar je toe. De trike zit hier vast, die kunnen we easy killen. Nee, hij is wel gevaarlijk. Waar ben je naartoe level gelopen? 1, oh, level 1, come on. Oh. Nee, echt. Ja, dat was die Blastoise ook, weet je nog? Hij doet echt vet weinig damage. Holy moly. Schieten, man. Oh, nee, niet op paaien, niet in de boy. Oké, hij ziet mij niet. Hij is los. Oké, nee, ik ben weg. Oh, hij rent weg, dat is goed teken. Dat is goed. Oh, nee. We gaan hem niet temmen. Mijn ding is gebroken, dus ik kan niet echt goed vechten. Maar hier moeten nog iron hakken, snel, voordat we als we doodgaan. Nou, mijn HP is full. Kijk, aan de overkant is ook nog heel veel. Kijk, ik heb meer dan 20 van dat ding.
Okay. Dus we kunnen 2 hatches maken, alleen ik wil eigenlijk 40 en hebben we genoeg om, eigenlijk 50, dan kunnen we beide pike en eggs en dat soort dingen. Ik denk dat we dan nog iets meer nodig hebben, denk ik. Ik weet niet zomaar. Hey, okay. Oh, ik ben te zwaar. Oh, ik geef maar wat aan mij zo. Maar ik kan er niet tegen, ik wil al de medal. Wat? Help, ik ga dood. Hij gaat op mij af. Oh. Dit is niet fijn. Rennen, kom terug naar de raft. We gaan snel naar huis. Ja, ik kan niet bewegen. Hij rent weg, oké. Hoezo viel hij opeens aan? Sloeg je hem? Nee. Nou, alsnog, ik kan rennen. Dus kom, ga snel naar de raft. Ja, ik kan nog niet rennen. Ik drop er superveel. Ja. Yes. Oh, zo. Dat was echt lucky, hoor. Wil jij hem nu even besturen? Want ik ben de weg een beetje vergeten. De view is echt kut. Dat je het even weet. Ja, eventjes goed keren. Kom aan. Oh, 40 medal, jongen. Precies. Hij tript en wacht. Stop eens. Ja. Ja, ga er eens van af. Laat ik het jou wel even zien. Bukt hij nu ook? Als je loopt alleen. Oh, bij mij de hele tijd. En dan okay. Ga ik wel, want het is voor mij echt niet fijn. kijk hoe het ziet als ik achteruit loop. Ja, maar ik zie al in je hoofd. Oh ja, shit, dat is jammer. Ja, en nu zit de zon aan de andere kant. Ja, echt typisch, hè? Blijf in het midden van de raft staan. Wat was dat? Weet je nog? Luca is er niet meer op Discord. Luca? Je ark crasht en alles crasht opeens uit het niets. Wat? Tijdens de opnames nog wel. Ja, je ligt nu gewoon op mijn raft. Oh, gelukkig. Als ik in het water zou spalmen... Zou niet echt fijn geweest. Ja, maar als ik rijd, dan val je er vanaf. Ja. Luca, je verpest alles. Grapje. Oké, gelukkig, je gaat lachen. Want de meeste keren als ik een grapje maak, worden ze gelijk boos. Jemig, nou, dan ga ik even wachten. Ik heb niks, ik kan wel even... Ondertussen ga ik even een Super Mario Maker video opnemen. Yo, kijkers van Colony Games. Leuk dat jullie kijken voor een nieuwe video van... Een Wii U game. Vandaag gaan we lekker Super Mario Maker doen. Nee, ik heb weer hetzelfde probleem als altijd. Ik weet niet, dat kan ik gewoon niet. 2 keer de server join, terwijl die aanstaat. Nee, je moet de task via Task Manager afsluiten en dan weer opzetten. Weet ik, nee. Je weet wel, als ik je server join, dan zegt die joining server heel de tijd en dan zegt die time-out. Zou ik ook liever? Je moet misschien die server opnieuw aanzetten, want ik kan gewoon niet joinen weer. Net moet ik weer crashen uit het niets, hè. Uit het niets gewoon. Tum. Start je PC opnieuw op. Tijdens de opnames. Luca, wat doe je? Ik weet het. Hij doet het pas weer als jij de server opnieuw opstart. Dat ga ik dan doen. Dit is beest van opnametijd. Luca, wat doe je? Inderdaad. Ik heb nu letterlijk mijn RAF vernoemd naar Luca, wat doe je? Echt? Ja. Oh my god. Dan kan je lekker gaan lachen, maar dit is niet leuk. Ik weet het! Yes. Ik zit op de raft. Ja, je kan hem joinen. Je hebt weer een live! Echt? Ja! Yes! Kijkers, ik zit erin en Luca heeft weer een live. Oké, het is in 1 keer nacht geworden. Schiet op, ik voel me alleen. Luca komt. Nou, misschien. Kom op. Bidden. Please, Luca. Je hebt nog een lijf. Nee, kom op. Please, doe het. Nu staat een joining field. Connection timeout. Ja, dit wordt huilen. Dit is huilen. Dat hadden we ook de vorige keer. Ik ga mijn ark ook opnieuw opstarten. Ik rage quit. Yes, ik zit erin. Luca, kom on. Start je ark opnieuw op. Kom op. Fucking ark, jongen. Ik heb nog nooit zo'n game gezien. Zelfs een indie game die online heeft dit niet. Ja, inderdaad. Een fucking indie game die door 1 fucking persoon is gemaakt. En dit? Waarschijnlijk een paar honderd. Yep. Ik zit erin. Oh ja. Hij heet... Ja, ik zie je. Ik kan nu joinen. Oh nee. Hij heet Poep Ark. Ja, dus we hebben constant een schildpad. Yes! En je hebt geen lijf meer. Oh. Nee, maar laten we maar vet snel naar huis gaan. Omdat ik echt niet heb. Ja, hij doet inderdaad. Luca, wat doe je? Oké, kom. Yes, dan! Oh, nee. Fuck. Ik wou ervoor springen van jee, maar... Oké, kut. Zo, het was even eng. Ik wou net zeggen... Huh? Kost ons fucking 17 minuten. Waar is jouw zeil? Ja, die heb ik weggehaald. Dat is fijner om te sturen. Is dat dan kom? In ieder geval, we zijn er.
Hoop ik. Ja, dan net. Boom, hij crasht. Ja, uit het niets, hè. Oké, metal. Nou, ik ga voor al die metal smelten. Hoe smelt je dat ook alweer? In die refining forge. Oh, sorry. Dat moet je niet te veel doen. Want ja, sorry. Nee, maakt niet uit. Ja, hoe moet het? Gewoon die metal erin slepen. Douw er zoveel mogelijk hout en charcoal in. Ja, gewoon die metal erin slepen. Die heb ik goed zo. En dan light fire. Boom. Als het goed is, moet even duren. En dan hebben we metal. Ja, ik douw even wat meer charcoal erin. Crossbow. 7 metal ingots. We hebben 51 nodig als we echt alles willen wat we nu kunnen maken. Maar bijvoorbeeld de pike hebben we niet echt nodig. Dus in principe kunnen we alles maken. Nou, jemig, ik doe weer put out fire en dat soort dingen. Ik kan voor jou even zo'n pickaxe maken. Jee, ting, ting. Een sikkel hebben we ook echt nodig. Als je heel veel fiber wilt, kunnen we sikkel. Maar het moet level 30 zijn. Wat is sikkel? Ja, want daar kan je goed besjes mee hakken. Ja, dat kan ik maken. Hoe schrijf je dat? Oh, een sikkel, een metal sikkel. Ja. Besjes. Ja, en fiber kan je er ook... Ja, maar aan besjes heb je vrij weinig. Fiber kan je er ook mee hakken, goed, ja. Yes, 3 metal ingots. Laat het even in, alsjeblieft. Ja, ja, ja. Oké, dit is misschien nog een beetje saai, alleen dan kunnen we de gear maken. Oké, jij hebt toch al die pick ik gepakt? Ik heb een pickaxe gepakt, ja. Ik wil even 2 crossbows maken. Het zou ook handig zijn, ja, inderdaad. Maar we moeten ook nog een keer zo'n axe hebben, je weet wel. Die zijn ook handig. Welke axe? Gewoon hatchet. Ja, sorry dat. Ja, die kunnen we zo maken. Oh. Ik wil ook betere armor. Oké, die boom mag nu weg. We moeten nacroberries hebben om veel betere trengte arrows te doen. Dan kunnen we veel beter temmen. Oké, 6. Check dit! Weet ik. Niet om mij schieten, wow. Niet omhoog. Niet ik heb nog nooit een crossbow gehad. Echt niet? Ik ben nog nooit zo ver gekomen in Ark. Echt niet? Oh. Ik wist helemaal niet dat die smithy en alles bestond. Waarom plaats ik een deur? Dat wil ik niet. Plaats je een deur? Nee, die moest ik plaatsen van het spel. Ik zit even na te denken. Ja, dat zit ik altijd. Oh ja, kijk, hier hebben we nog wat hide. Maar even kijken voor wat betere armor. Ja, we moeten op een... Weet je, chitin armor. Maar dan moeten heel veel van de chitin hebben. Waar is chitin? Die kan je krijgen van een bepaalde steen in de sneeuw. Of je moet... Of fur! Dat kan... Nee, dat is voor de meer de sneeuw. Maar ik bedoel... Of, hoe heet het? Hoe heet het? Oh, ja, chitin, chitin. Je moet van die dier vermoorden. En de PT heeft de ei gelegd! Als je een mannetje en een vrouwtje hebt, kan je een baby PT laten uitkomen. Maar kijk niet met hoe deze. Mooi je ei. Ja. Dat klinkt heel erg raar. Het is echt een paas ei. Wow. Door dat ei is hij zo dik level up gegaan. Holy mo... Oh, ik heb het ei opgepakt. Ja, niet eten. Ja. Je kan een ei eten, maar dat moet je niet doen. Wat gebeurt er? Dan eet je hem op, dan gebeurt er niks, maar dat is gewoon zonde van het ei. We hebben binnenkort echt eten nodig. Hij spoilt in 7 dagen real time. Ja. Jemig. Dat is veel. Oké, gelukkig, het wordt weer een beetje dag. Oh. Oh, armor, chitin. Ja, maar dan moet... Waar haal je chitin nou weer vandaan? Ja, van bepaalde beestjes die in het dicht bij de kust wonen in het water, maar die kan je heel moeilijk vinden soms. Ik weet niet per se die plekken. Ja, die wil ik. Ja, die wil ik. Weet ik. Die wil ik. Oké, nog 1 crossbow en 1 hatchet. 1 crossbow, 1 hatchet. Okay, kijk jongen, ik heb mijn hatchet. Wacht. Okay. Wat gebeurt als ik dit doe? Luca, kom eens. Kijk. Ja. Oh, je dropt hem niet in een zak. Dat is echt raar. Je gooit gewoon met eieren. Ja, en hij gaat nog niet kapot ook. Oh. Waar is het? Oh. Ja, men heeft eigen... Nee, grapje. Sorry. Oh, level up. Wacht, ik ga hem hier vanaf gooien, oké? Ik ga hem hier vanaf gooien. 3. Wacht. Ik heb het gedaan. Oh. Maar hij crackt niet. Nee, gelukkig. Hij is wel mooi. Ja, hij is mooi. Alleen een beetje rare kleuren. Het is gewoon een soort geen paasei. Idee hoe je dat nou weer voor elkaar krijgt. Ja, het is gewoon echt een paasei. Wat we zeiden, we hebben al bijna niet genoeg metal meer. Wat? Ja. Kom even, vermoord dat ding. Dat ding gaan we van me stelen. Daar heb ik echt geen zin in. Hij zegt. Oké, kom. Weet je wat we doen? We gaan dat ding killen. Met z'n twee, als hij 1 ding steelt, dan schiet hem gelijk af. Jij schiet hem eraf met je crossbow ding. Nee, want hij heeft trainkerro's. Wacht. Daar loopt hij! Ah! Kan hij trappen lopen? Kom. Nee. Schiet hem.
Ik ga ik ja, en met mijn crossbow die heeft trankarrows, dat is een waste. Wat, je kan niet van een trap afspringen. Hij had mijn boog gestolen, die stommerik. We kunnen dit ding temmen, hè? Oh nee, ik weet niet wat we moeten doen. Heel veel besjes. Het is een level 3. Als dit ding temmen, kan hij zo op je schouder zitten. Dat is echt vet. Killed hem. Je killed hem. Dat ding is echt vet. Als nee, maar ik wil cheating. Waar is cheating? Ja, die hier niet in de buurt geloof ik. Ik wou gaan zoeken, maar toen kwam ik dat ding tegen. Ja, maar hoe weet je waar cheating is? Zie je aan die beestjes? Ja, welke kleur? Ja. Welke kleur hebben ze? Ik weet niet hoe ik ze... Ja, hoe ik ze moet beschrijven. Het zijn een beetje een soort van... Kakkeroel? Nee, totaal niet. Gewoon een soort insecten lijken. Als je zeg maar eentje vindt, vind je er wel meer, maar... Je moet gewoon een beetje zoeken en dan is het goed. Alleen jij moet nog een crossbow. En dan zijn we klaar om zo'n paard te gaan temmen. Ja, inderdaad. Dus kom even terug naar de base. Ja, mijn stamina alleen. Volgens mij hebben we niet eens meer genoeg voor jou met een crossbow. Nee. Oh nee, nevermind. Ik dacht weer dat we dan mijn erk resten, maar hij liep een beetje vast. Ja, dat heb ik soms ook. Resten, mijn erk. Erk. Erk, mijn erk rest, mijn erk. Oké, home sweet home, I guess. Ja. Oké, nou, waar ben je? Wow, mijn ark liep ook dik vast, jemig. 4 metal ingots, hier zitten ja, de... Ja, stop! Goede metals op. Stop, kom. Nou kijkers, als jullie deze ark video super leuk vinden, laat toch even een like achter. En dan zie ik jullie bij de volgende video, later! Doei doei!